In deze video leer je hoe je een startgeheugen met behulp van het RS-functieblok toepast in het programma Codasys. In de vorige video heb je geleerd dat je bij een continu cyclusbesturing het startsignaal moet onthouden. Het onthouden van een signaal doe je met een geheugen. We maken gebruik van een reset-dominant geheugen, ofwel RS-geheugen. RS wil zeggen dat het reset-signaal voor het set-signaal gaat. Let op! Elk RS-blok heeft een unieke naam. De startknop is normally open. De stopknop is normally closed. We onthouden het startsignaal in de variabele gstart van het type boolean. En nu over naar het programma Codasys. Als eerste ga ik drie variabelen aanmaken. De eerste is de startknop en die is van het type boolean. Vervolgens ga ik de variabele stopknop maken. Die noem ik haar stop en die is ook van het type boolean. En als laatste maak ik de variabele gstart aan en die is eveneens van het type boolean. Als je de variabelen gemaakt hebt, dan pak je vervolgens het RS-functieblok uit de toolbox en die zit hier onderaan. Die kan je pakken en in je programma slepen. Het functieblok heeft een unieke naam nodig, dus de naam die het nu gaat geven, die mag niet twee keer in je programma voorkomen. We gingen een startgeheugen maken, dus vandaar dat ik het RS-blok ook startgeheugen noem. Dan vraagt hij, wil je de variabele startgeheugen aanmaken van het type RS? En dat klopt, dus dat is goed. Dan druk je op OK. En dan zie je dat de variabele voor dit blok automatisch toegevoegd is. Nou, de setvoorwaarde voor dit blok is kstart. Dus het is de startknop. En de resetvoorwaarde voor dit blok is kstop. We weten dat de startknop normally open is en de stopknop is normally closed. En op het moment dat we met een normally closed schakelaar gaan werken, moeten we deze ingang van reset moet je omdraaien. En daar heb je de rechter muisknop voor nodig. Klik je hierop en dan klik je op negation. Dat is Engels voor het woord omdraaien. En op dat moment heb je de logische functie van deze ingang heb je omgedraaid. En kstop is niet op de goede manier aangesloten op reset. Dan is het blokje bijna klaar. Dan mis ik nog een assignment. Die staat hierboven. Die schuif ik tegen mijn geheugenblok aan. Laat ik hem los. En de uitkomst van dit blok, die stop ik in de variabele gstart. En vervolgens op deze manier heb ik mijn startgeheugen geprogrammeerd. Dus wat gebeurt er nou? Op het moment dat er op start gedrukt wordt op de machine, dan zorgt dit geheugen ervoor dat deze variabele true wordt. En gstart blijft de hele tijd true of waar, totdat die gereset wordt, totdat iemand de stopknop drukt op de machine. Dus op deze manier wordt de stand van de startknop wordt onthouden in de variabele gstart. Dus op deze manier pas je een startgeheugen toe in het programma Codasys. Dan haal ik hem nog één keer weg. Dan gaan we hem nog even halen. Ik pak het functieblok RS. Ik sleep hem in mijn programma. Ik geef hem een unieke naam. In dit geval startgeheugen. Ik bepaal de waarde voor de set. En het is de startknop. Ik bepaal de waarde voor de reset en dat is de stopknop. Ik weet de stopknop is normally closed, dus deze ingang moet ik omdraaien. Dat doe ik met negation, rechtermuisknop. Ik wijs een assignment toe aan mijn geheugenblok. En hier vul ik de variabele gstart in. Dus op deze manier heb ik een RS geheugenblok gebruikt om een startgeheugen te realiseren. Dus nogmaals, blok, unieke naam, voorwaarden voor de set, voorwaarden voor het stoppen.
de uitkomst van het blok wordt in de variabele gstart gestopt. En dit woord, die variabele, die kom je in je programma een aantal keren tegen en die kan je dan keer op keer opnieuw gebruiken. Je hebt nu gezien hoe je met de behulp van het RS-functieblok een startgeheugen realiseert in het programma CodeSys. In de volgende video leg je uit hoe je een timer toepast in het programma CodeSys.